Dag Meloten, welkom bij de eerste hints en theorieën video over de allereerste aflevering van Wie is de Mol? Seizoen 24. Mijn naam is Guido ik ga de komende weken met jou op zoek naar de Mol van het 24ste seizoen. En wil je nou niks missen, abonneer je dan vooral even op dit kanaal, want dan blijf je op de hoogte. Natuurlijk doen we dat allemaal samen. Jullie kunnen mij hints en theorieën insturen via de comments hieronder. Mag ook op mijn social media kanalen. En als je nou een goede theorie hebt, dan kom je misschien wel in de video terecht. En wat was het een gave eerste aflevering? Er zat eigenlijk van alles in. Ja, spanning al gelijk in het begin van de aflevering. Er was iets mysterieus natuurlijk, want de mol zou daar dan blijkbaar rondgelopen hebben en zelfs de kandidaten een hand geschud hebben. En ja, de topito's uit seizoen 8, die kwamen gewoon weer terug in dit seizoen. En dan had je een vrijstelling, werd die in de volgende opdracht gewoon weer ontnomen. Ja, en wat gaat er gebeuren met de afvallen? Want het is helemaal niet zeker of Babs wel echt uit het spel ligt. Nou, we gaan dat allemaal bespreken in deze video, met een aantal hele sterke hints al gelijk. Want in de bol van de Waarzegste was een blauw oog te zien. En welke kandidaten hebben er ook blauwe ogen? Kijken we naar welke kandidaten er niet zo heel blij waren dat er tijdens de tweede opdracht opeens 6000 euro verdiend werd. En extra leuk, ik mag dit seizoen namens WIDMTV tarotkaarten weggeven. Dus wil je deze winnen? Blijf dan vooral even kijken. Nou, laten we gelijk in de hints duiken. En de eerste hint van dit seizoen gaat over de afleveringstitel. Niks zegt. In het eerste shot na de afleveringstitel zie je een spitse berg. Misschien worden wij als kijkers een handje geholpen en slaat dit op Jeroen Spitzenbergen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet eens zo heel gek bedacht. Maar waar nog veel meer op viel, is natuurlijk het begin. Waarbij de kandidaten dus een hand schudden met de mol. Daar viel Ludo namelijk het volgende op. Het lijkt er heel erg op dat dit wel eens Jeroen zou kunnen zijn. Dus al gelijk twee hints naar Jeroen in het begin. En ook dit vind ik niet eens zo heel gek gedacht hoor. Alleen ik dacht dat de. Gasten gesminkt zouden zijn. En Jeroen heeft toch wel wat lichaamsbeharing. En dat zie ik op deze foto dus niet terug. Dus de mensen die dan een baardje hebben. die zouden dan al gelijk afvallen eigenlijk. Maar misschien dat de mol toch wel een masker heeft gedragen. aan het begin van uh, het handenschudden. Dan een hint van Tim. Die heeft vooral even gelet op de tatoeage van Justin. Want het is namelijk een tatoeage met twee maskers erop. Nou, helemaal in het thema van deze opdracht. En het zou kunnen verwijzen naar de mol en naar de kandidaat. Oftewel ook twee gezichten dus. Silly heeft eens dus even goed naar de bol van de waarzegster gekeken, en die was opvallend blauw gekleurd. Sterker nog, het leek misschien wel eerder een oog dan dat het een waarzeggersbol was. Ja, en in de trailer van dit seizoen was ook al dit oog te zien. En toen gingen Moloten al heel snel aan de slag met welke kandidaten natuurlijk ook blauwe ogen hebben. Nou, ik heb hier het lijstje voor me. Jip, Kees, Fons en Rian hebben alle vier blauwe ogen. Dus wellicht een hint naar één van hen. Leonie dan, die valt het volgende op. De tarotkaarten bevatten heel veel paarse symbolen: paarse paraplu, paarse vlag en een paars hart. En opvallend, Kees draagt in deze opdracht een paars-t-shirt. Ja, laten we dan even kijken naar welke zes de kandidaten ook alweer een vrijstelling hadden. En of dat handig is om als mol wel of niet te willen hebben. Tooske, Kees, Rosario, Rian, Babs en Jeroen hadden alle zes een vrijstelling. Maar ja, de mol wil in deze opdracht eigenlijk geen Topito vinden en helemaal geen vrijstelling verdienen. Want in de volgende opdracht, en na... ...kan die vrijstelling opeens 1000 euro waard worden. Ja, dat wil je als mol kosten wat kost voorkomen. Ja, ook dit seizoen uh, schrijf ik ook zelf weer lekker mee in mijn molboekje. En er zijn ook mijn wat dingetjes opgevallen, dus die ga ik ook nog eventjes met je behandelen. Zo heb ik opgeschreven dat Anna eigenlijk al gelijk begint met het kijken naar kettingen. Alsof ze een soort voorkennis heeft en weet dat ze op de symbolen op kettingen moet kijken. Bij Tooske zagen we bijvoorbeeld dat ze eerst naar echte fysieke paraplu's aan het kijken was. Voordat ze door had dat ze dus op de ketting moest kijken. Ja, en ik ben eventjes op het plein een beetje rond gaan kijken naar welke gezichten er nou een beetje op kandidaten leken. En ik heb ook vooral even aan jullie gevraagd: wie viel jou op op dat plein? Nou, vooral dit figuur in het rood gekleed zien we heel veel voorbij komen in verschillende shots door deze opdracht heen. Ook eens heel even kort deze dame te zien. Zou eventueel op Anna kunnen lijken. Maar deze dame in het rood, die zien we ook best wel vaak voorbij komen. En verbergt zich ook steeds achter een waaier. Heeft ook best wel een grote hoed en een uh, gewaad om zich heen. Daardoor zijn de ogen ook erg goed bedekt. En dit zou zomaar eens de mol van dit seizoen kunnen zijn. Die zich toch een beetje op de achtergrond probeert te houden. Ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch. Want de mol wil absoluut niet ontdekt worden al in ja, de eerste opdracht. Ja, laten we daarbij dan even het begin van. Van dit seizoen even laten voor wat het is. Als je nog hints of theorieën over dit beginstuk hebt, laat ze dan even weten in de comments onder deze video. En dan gaan we nu kijken naar de echte eerste opdracht van dit seizoen, getiteld Speed Date, waar de kandidaten dus met elkaar in gesprek gaan en kunnen ze achterhalen wie de vrijstellingen heeft. En wie niet? Ja, we weten het inmiddels allemaal, er kon 6000 euro verdiend worden en die werden ook verdiend. Want alle zes de vrijstellingen werden er tussenuit gepakt. En eigenlijk komt Jip in het begin van deze opdracht gelijk wel met een hele goede tactiek. Ga gewoon stemmen op degene die tegen je over jou heeft gezeten tijdens het eerste gesprek. Dat we een verdeling maken als iedereen op een ander zit, dan is alles eruit. Maar dan hebben we wel evenveel kans. Want als iedereen dat doet, zal er dus op iedereen één stem komen. En zijn dus alle vrijstellingen teniet gedaan. Ja, dit zou ik als mol niet zo snel voorstellen. Laat staan dat je dat als eerste zegt tegen een andere kandidaat. Ik kan me haast niet voorstellen, dus dat Jip de mol is. Daarentegen, Tooske, die tegenover Jip zit. Die pakt dat wel heel slinks aan, hè? Een groot gedeelte klopt eigenlijk van wat ze zegt, maar het laatste gedeelte liegt ze alleen, want ze heeft wel een vrijstelling. En zegt tegen Jip dat ze die niet heeft. Maar legt ook helemaal uit dat ze inderdaad in die eerste opdracht dus op zoek is geweest naar een fysieke paraplu. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar ze kan best wel goed liegen dus. Want ik was fucking te laat. Ik heb een paraplu. Nu was te laat, omdat ik echt op zoek ben gegaan naar iemand met een paracu. Dan heb ik nog even bijgehouden wie op wie stemde, zodat we een klein overzichtje hebben van welke kandidaten nou op kandidaten hebben gestemd met een vrijstelling. Zodat er dus inderdaad 1000 euro verdiend kon worden. Zo heeft Justin op Tooske gestemd. Tooske heeft op Babs gestemd. Kees heeft op Jeroen gestemd. En Babs heeft op Kees gestemd. Ja, een stukje in de bus aan het einde van de opdracht was natuurlijk ook best wel vreemd. En op wie heb jij gestemd? Op Jeroen. Fons geeft aan dat hij op Jeroen heeft gestemd, maar eigenlijk heeft hij op Rian gestemd. Heeft er dan op Rian gestemd? Ga ik door, Oh, dat is Fons. Ik, hè? Ja, het is gestemd. En Rosario is de enige die dat weet. En hij denkt: ik na hem er eventjes snel bij. Stel, hij is de mol. Dan val je gelijk wel heel erg op. Dus ik denk dat dit gewoon een kandidatenactie is: gewoon een kandidaat die wat meer op wil vallen bij de andere kandidaten. En ik denk ook wel dat hij gewoon eventjes Rosario wilde testen. Maar hij weet in ieder geval dat hij Rosario niet kan vertrouwen. Maar om dus even terug te komen op de kandidaten die dus gestemd hebben op een kandidaat die geld opleverde, zijn het Justin, Tooske, Kees, Babs en Fonsus in het busje. Ja, dan blijft er nog een zesde kandidaat over die op Rosario heeft gestemd. En die dus ook voor 1000 euro heeft verzorgd in de pot. Maar diegene is niet in de uitzending geweest. Dus waarom de makers van het programma specifiek één kandidaat buiten de uitzending hebben gehouden, dat begrijp ik niet helemaal. Ja, dan moeten we nog even kijken wanneer die 6000 euro uitgedeeld wordt. Er zijn een aantal kandidaten heel erg blij. Vooral Jip en Anna. Die geven zelfs nog een soort box of een high five aan elkaar. Maar er is één kandidaat die staat er wel heel sip bij: en dat is Jeroen. Is hij heel even vergeten dat hij een pokerface moet opzetten en dat hij gewoon mee moet lachen met de kandidaten als mol zijnde? Het is immers het begin van het seizoen, dus misschien dat de mol nog eventjes in moet komen. Kijken we dan nog even naar de laatste opdracht uit deze aflevering. De opdracht afschilderen, daar kon 2500 euro verdiend worden en er werd 500 euro verdiend. Ja, waar zou je hier het beste kunnen zitten als mol? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet als schilder, dan heb je maar invloed op 500 euro van het 2500 euro bedrag. Dan kun je alleen je eigen schilderij verpesten en dan houdt het eigenlijk voor je op. Dus je wil eigenlijk al bij die andere vijf kandidaten horen. Je kan het natuurlijk verpesten door extra geld uit te geven aan de andere schilderijen. En dat was nog allemaal fout te doen. Ja, dat deden Rian en Babs overigens niet. Ze gingen geen extra geld uitgeven. En ze hadden maar één schilderij juist. Kwam achteraf dus ook omdat ze te weinig goede schilderijen tot hun beschikking hadden. Ja, of de mol zit bij het groepje van Kees, Anna en Tooske. Want daar kun je gewoon wat. Willekeurig foutieve codes noemen. Ja, en 12 schilderijen op 25 vind ik nou ook niet denderend veel, als ik eerlijk ben. Dus wellicht dat hier wel gemold is. Immers zullen hier ook niet alle kandidaten heel erg veel op je letten, omdat ze natuurlijk zelf ook bezig zijn met het. Ja, unlocken van de slotjes. Ook nog wel een leuke hint van Klaasje. Uh, want hij zegt van uh, Kees uh, vergeet zijn leesbril. Ja, daardoor kan hij de codes eigenlijk niet goed lezen. En dan gaat hij later in de opdracht alsnog zijn bril halen. Waardoor hij het opeens dan wel kan. Ja, daar gaan kostbare minuten verloren. En aan het einde van de aflevering is Anna ook wel een beetje teleurgesteld... in het feit dat ze niet extra schilderijen hebben gekocht. Dan hadden ze 1300 euro extra moeten uitgeven voor de overige schilderijen. Dan had je de 25 tot je beschikking maar ja, dan had je wel alle 50 schilderijen goed moeten hebben. Om 2500 euro te verdienen. Waardoor je dus uiteindelijk 1200 euro verdient. Want je moet die 1300 euro voor de schilderijen. Dan natuurlijk nog wel even weer afhalen. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat zou een optie kunnen zijn geweest. Maar. Dan hadden inderdaad al die schilderijen wel erg goed geschilderd moeten zijn. En dat was bij lange na ook niet het geval. Vooral omdat Fons op een gegeven moment dan zegt dat je even door je wimpers moet kijken. En dan moet je alleen schilderen wat je dan op dat moment ziet. Ja, daardoor gaan natuurlijk heel veel details verloren. En die had je eigenlijk wel nodig. Want heel veel schilderijen die leken dus op elkaar. Tja, misschien een molactie van fonds. Zometeen gaan we het hebben over jullie verdenkingen. Maar eerst laat ik even weten hoe jij aan een setje tarotkaarten kunt komen. Nou, op de tarotkaarten staan allemaal symbolen. En ik ben vooral benieuwd naar welk symbool nou bij jou past. Je mag zelf een symbool kiezen of bedenken. En zet dat dan even in de comments neer welk symbool bij jou past en waarom. Nou, alle leuke en originele reacties krijgen dus één zo'n tarotkaart. Met aan de achterkant een molletje. Met het logo van WIDM TV. Want Sam van WIDM TV heeft deze kaartjes namelijk gemaakt. En ik mag er een paar namens hem uitdelen. Dan zitten de hints en theorieën er voor nu op. Maar dan gaan we nog wel even kijken naar wie jullie verdenken. En dan laat ik ook even weten wie ik op dit moment verdenk. Jullie schot voor de boegmol was Kees van der Spek. Maar na de eerste aflevering zijn de verdenkingen toch wel. Enigszins veranderd. Want nu staat Anna bovenaan met 35% van de stemmen. En het minst verdacht wordt Fons op dit moment. Nou, wil je graag meestemmen op de poll? Check dan even de link in de beschrijving van de video. En kies daar even wie jij op dit moment verdenkt als mol. Iedere woensdag vind je op mijn Instagram-kanaal een tussenstand van jullie verdenkingen. Dan ook nog eventjes wie ik op dit moment verdenk. Nou, er zijn al een paar kandidaten die ik minder verdacht vind. Jip is er een van. Vooral omdat ze best wel met die goede theorie kwam om ja, op iedereen te gaan stemmen. Ja, dan ga je. 6000 euro binnenhalen zou de mol denk ik niet zo snel doen. Ik had al schot voor de boegmol had ik Tooske, daar zit ik toch nog wel een klein beetje op. Ik denk dat ik haar voorlopig nog heel even op de eerste plek zet. Fonds heb ik een beetje afgeschreven en Rosario eigenlijk ook wel, maar ik vind Anna inderdaad wat jullie zeggen, ook wel een hele goede molkandidaat. Ik denk dat zij dat ook wel heel goed zou kunnen omdat ze toch wel op een of andere manier heel fanatiek kan zijn, maar dat kan ze juist dan heel goed gebruiken in de rol van mol, gok ik. Dus toos nu even op één nog. Maar Anna komt in de buurt. Dus die ga ik ook in de gaten houden. Dit was de video voor deze aflevering. Maar ik ga nog een extra video voor je maken. Een molkast, samen met G. Kustus. Dat is de podcast die ik met hem samen doe. En dan gaan we nogmaals de aflevering doorbespreken. Maar dan nog een stuk langer. Met nog meer hints, nog meer theorieën. Die kun je komende donderdag op dit kanaal verwachten. En op jouw favoriete. Podcastplatform. Ik wil nogmaals uh, WDM TV even bedanken voor uh, de tarotkaarten. En ja, heel leuk dat ik ze mag weggeven. Volg hem ook vooral heel even. Wil je nog twee andere video's zien? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Die staan hier voor je aan de rechterkant voor je klaar. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze eerste hints- en theorieën-video. Ben ik er volgende week gewoon weer op zondagochtend met een nieuwe.